Omar Bakri Mohammed laat ons binnen in zijn huis in Tripoli, in Libanon. Op het eerste gezicht een gewone huisvader. Kom maar, Oussama. Baba. Maar deze man is de stichter en geestelijke leider van de sharia-bewegingen overal in Europa. Een haatprediker die nauwe banden heeft met het terreurnetwerk van Al-Qaeda. Omar Bakri Mohammed kent ons land goed. Hij weet dat zijn volgeling Fouad Belkacem samen met andere leden van Sharia for Belgium vorige week gearresteerd werden, omdat ze Belgische jongeren geronseld zouden hebben voor de strijd in Syrië. Voor Omar Bakri zijn de arrestaties een aanval tegen moslims en hebben ze het recht om terug te slaan. This is not good, because that is really will make people see you. Oh my God, you are really in a war against Islam. And we are still look at you as you are the friendly, it's a neighbor. And this is where playing with fire. What do we risk if we are playing with fire? If you usually play with fire, you will burn yourself. You will get shock. And you start after that to suffer. He said the two men. Omar Bakri heeft een rechtstreekse lijn met radicale strijdersgroepen in Syrië. Hij ronselt actief moslims om mee te strijden. I'm not allowed to leave these countries, but I will incite people to go to fight, because God said, "وحرد المؤمنين," incite the believers. Bakri noemde zijn jongste zoon naar Osama bin Laden, een eerbetoon aan de grote leider. Osama Hibon, on the day been announced that Sheikh Osama has passed away, and may Allah subhanahu wa taala make him like Sheikh Osama bin Laden. Maybe he is the one who will deal with Obama of his time. Osama will deal with Obama. So he will revenge.